Ik heb heel veel zon op mijn oren, hoor. Mineraalwater is dat. Zweeds mineraalwater. Het smaakt ook helemaal niet. Maar als je dorst hebt. Ja, dan is het goed. Dus zijn ze in Hilversum al de hele tijd bezig nu nog? Nee, en dan is het laat. Het loopt nu af. Oh. Die heb ik hier staan op mijn lijstje van Breukelen. Edward. Edward! Edward is er niet. Die heb ik niet gezien al een poosje. Edward? Als die... Kom eens hier. Als die mensen hier blijven staan, moet je vragen of ze hun mond houden. Niet zoals de laatste keer dat ze het doorheen schreeuwen, want dan kan ik dat is echt lastig. Tenzij Duitsers zijn, dan schiet je ze gewoon neer. Sorry. Maak het af. Wat wil je als volgende van de liep hebben? Ik heb van Breukelen niet... Ja, die zegt dat het middels is in de kleedkamer, wordt gewoon 3-1. Punt. Ja. Dat komt erin. Goed, maar ik weet niet waar ik hem had staan namelijk. Nee, geef niet. Okay. Zeg maar. Nou, van Basten Gullit is het heel mooi om mee te beginnen. Michels, loopt Michels al? Nee, goed. Ik hoor niks. Ik denk dat Kees Putkiet. Ja? Ja. Dan, wedstrijd. Ja? Ja. Dan, zeg maar. Van Basten Gullit zou het mooi zijn. Goed. Dan moet je tussen Van Basten eerst, zit los, dan komt Gullit. Ja. Dan moet je na de wedstrijd even met Piet een blokje maken, want we moeten gaan spoelen en band wisselen. Oké. Okay. Ja? Keizer. Wedstrijd. Van Basten. Nee, Keizer kort. Ja. Nee, dat ja, Keizer kort, ja. Kort. Van Basten. Dan jij ertussen naar Gullit. Dat is een gewoon, dat kan even een 20 secondetje zijn. De leader loopt. Gullit. Ja, dat klopt goed. Daar heb ik maar gemaakt. Ja, is goed. Gullit. Dan, zeg maar. Koeman. Koeman is goed, ja hoor. Koeman. Nu gaat hij van mijn oor af. Koeman. Van Tichelen? Van Tichelen. En Lied? Wacht even. Ik heb... Tichelen. Van Breukelen? We kunnen hierop van Michels? Nee, dat kan ik. Oh, ik hoor de band terugspoelen. Er werd iemand gezegd dat hij hier te horen was. Ik hoor nu een band in terugspoelen, mijn oor. Dat is heel goed. Van Breukelen? Is na Van Tichelen? Ja, maar je hoeft niet allemaal uit te zenden hoor. Van Breukelen is aardig hoor. Nou, dan gooi je Van Tichelen maar weg. Gewoon weg hoor. Dat maakt wel verschrikkelijk. Wat? Nee, gaan we doen. Van Breukelen? Ja, is goed. Ik roep altijd even in je oor als ik even in de tijd moet zitten. Ja? En dan het niet. Lied. Goed? Luister even maar goed naar me als je wil. Als ik in problemen kom, hè? Kees? Ja, is goed. Dat ik even... Sjaak? Ja? Jij zei dat het hier hard te horen was, hè? Ja. Oké. Zeg je? Ik wil het even horen, wil het mee horen, computer. Nee, dat weet ik. Nee, ik weet het.
Na ieder onderwerp komt er een vraag aan Piet. Is goed. Jazeker. Moet het weg? Ik heb het. Weet het jou? Zo'n kistje. Nee, weet ik niet. Maar dat weet ik gewoon niet meer. Ja, dat weet ik gewoon niet meer. Ja. Ja, Mart, ik hoor je. Ik ben heel even bezig met Martijn. Sorry. Oké. Oké. Oké, is goed. Zo'n blind die tranen uitbarst, mooi. Dat gisteren emotioneel is. Gisteren? Gisteren aan bij ons. Dat vinden mensen niet leuk. Die wil alleen maar juichen onder gezichten. Is dat mooi? Wie erop? Kun je hem horen? Kan Piet hem horen of niet? Aan Oranje aan. Ja. Oh, mooi. We hebben gewonnen. En we, de Nederlandse voetbalploeg, verdedigd vanavond en stelden weer in een heerlijke wedstrijd waar Duitsland met 3-1 verslagen. Over het algemeen is een EK-journaal zo'n half uurtje, soms wat meer, soms wat minder. We hebben geen idee hoe we vanavond overzien. Straks gaan we over naar Zweden. Maar nu kijken we eerst naar datgene wat er vlak na de wedstrijd gebeurde. Het gesprek van Kees met de bondscoach. Hier is Kees bij de eerste. Als je daar gaat vergelijken met het hier is een goed team, dus dan kan je ook gaan praten over de stijl of je kan gaan praten over het individuele inbreng. Je kan gaan praten over je verdetten. Het is natuurlijk zo dat dit elftal vandaag dus verschrikkelijk hard gewerkt is, maar dat we dus in Michael van Basten op dit moment een onvoorstelbare sterke figuur hebben die dus echt heel totaal in het dienst van het elftal speelt en met een inzet. Via Mart, hè? Kom aan, Piet. Nou, we zitten buiten, Mart, buiten het stadion en het zwingt misschien wel ergens in de stad. Hier niet, het is hier gewoon koud, maar dat maakt niet uit, want een mooie voetbalwedstrijd vergoedt dan veel. Ik ga even naar Piet Keizer, die deze dagen bij ons te gast is. We hebben Michels horen praten. Jij kent hem zeer goed uit jouw eigen glorieperiode als linksbuiten. Is dit de Michels van vroeger? Is hij even anders geweest, milder? Als je hem zo hoort praten, herken je hem dan? Zoals ik hem nu hoor praten, denk ik dat hij zo verschrikkelijk opgelucht is en uitvoerig is. Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Dat hij is dolblij natuurlijk. Hij had een moment in het interviewtje, toen we over Blind begonnen, waarvan ik dacht, ja, dit moet voor een coach heel moeilijk zijn. Maar hij zei, nou, het mes moet er dan maar in.